Goedemorgen. Alles goed? Ja, prima. Waar zijn we naar op weg? Vliegveld Wezen. Vliegveld Wezen. Vliegveld Wezen. In Duitsland. Naar de VWE Remarketing. Waar we 8 autootjes brengen. Oké. Nou, we gaan het zien vandaag. Dus gaan we 8 autootjes lossen. Nog een beetje terugwaaien vandaag, dan gaan we wel zien of we een beetje huiswaarts kunnen komen. We gaan er wat moois van maken. Ik hoop dat het een beetje droog blijft. Het spettert nou wel een beetje, maar we zullen zien. We gaan het zien, ja. Doe het regenpakje aan. Deze hebben we gelost. We zijn nu 8 autootjes kwijt, hè? Ja, we zijn weer even wat lichter. Okay. Hey, jij hebt een nieuwe Volvo gekregen van Koolewijn. Ja. Hoe bevalt die? Ja, dat is niet te beschrijven. Dat is fantastisch. Het rijdt zo ontiegelijk lekker. En, ik kom van een DAF af. Een van 12 jaar oud. Dan merk je een groot verschil qua techniek. Kun je wat vertellen over de opbouw? Want je hebt een kassenborer. Ja, een kassenborer Metago Pro motorwagen en een Intago aanhangwagen. Dat betekent dat het een dubbel lucht aanhangwagen is, dus dat je wat zwaarder mag laaien. Ja, en wat kan je er niet mee? Je kan echt alles meenemen nou. Ja. Een hoop stapelen kan je, alles gaat hydraulisch. Dat is goed voor de rug, zeg maar. Je hoeft niet meer te sjouwen. Ja, het is een stukje ergonomie. Ja, het is een beetje de Rolls Royce onder de opbouw autotransporters, als ik het goed begrijp. Vind ik wel. Ja, er zijn erbij die gaan voor een Groenewold opbouw. Dat is van de Nederlandse fabrikant. En dit is Kasbor, dat is van de Oostenrijkse fabrikant. Vind ik dat de mooiste die er is. Ja. Is dat 2,5 jaar? 2,5 vanaf juli. Je vertelde dat je de auto's getransporteerd naar Oostenrijk en toen die klaar was, toen opgebouwd was, toen ben je hem zelf eens halen, begreep ik. Ja,
samen met mijn vrouw, Dianne, mochten we hem ophalen. Dus we zijn met een autootje van de zaak zijn we er naartoe gereden. En nou, we hebben een avondje in een hotelletje gezeten. De volgende dag zijn we doorgereden naar Oostenrijk. En toen hebben we hem opgehaald. Ja, gaaf. Dan kregen we een mooie rondleiding daar ook. Ja, leuk. En kregen we hem te zien. Ja. Fantastisch mooi. Als een kind zo blij. Ja, dit is gewoon een voor mij een jongensdroom die uit is gekomen. Ja, ja, ja. Hey, en hoe lang ben je al werkzaam bij Kolenwijn? 2,5 jaar. 2,5 jaar. Ja. Ja. En goed naar je zin? Heel goed. Superbaasje. Hij hoort mij niet, ik hoor hem niet. Ja. Dan gaat het goed, denk ik. Geen nieuws is goed nieuws. Ja. Ja, mooi man. Duitsland gelost, Elst geladen, Tiel geladen, Vuren geladen, lekker in de regen. Nou. En nu net Bergambacht gelost. En nou gaan we nog even naar Dordrecht, hè? Ja, ja. Dordrecht nog één BMW halen van BMW Nederland, Berkel. En dan gaan we naar huis. Nou, je hebt in ieder geval mooi kunnen laten zien wat je werk een beetje inhoudt. En, ja, wat je eigenlijk allemaal kan met deze Volvo. Dat is wel indrukwekkend. En dit is nog maar een beetje. Ja, 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 zeker. Heerlijk. Ja, het is gewoon genieten. Ja, we stampen hem even naar Dordrecht. Is goed. We maken nog een paar leuke beelden en dan komt het helemaal goed. Wat drukker. Ja.